Wie zijn de beste media-exploitanten en mediabureaus van Nederland? We maken de winnaars bekend van het Adformatie Media Report 2021. Het jaarlijkse kerstrapport van Adformatie en Ipsos. We hebben mediabureaus, adverteerders en exploitanten gevraagd om bedrijven met wie ze werken een cijfer te geven. Ook spreken ze zich uit over wie zij het afgelopen jaar toonaangevend, klantgericht en innovatief vonden. Zijn jullie er klaar voor? We maken nu de winnaars bekend in de volgende categorieën. Audiovisuele media, printmedia, out of home en online. De winnaar in audiovisuele media is Foxscreen. In printmedia is de winnaar Value Zipper. De award in de categorie out of home gaat naar Blow Up Media. De laatste award is voor de categorie online. Value Zipper. Gefeliciteerd! Een aantal exploitanten krijgt een eervolle vermelding waarvoor zij een certificaat krijgen. Value Zipper oogst wederom veel waardering en wordt gezien als meest innovatief en meest klantgericht. Meest toonaangevend is voor het tweede jaar op rij Q-Music. En dan de overall winnaar bij de media-exploitanten. De winnaar is Value Zipper. Van harte gefeliciteerd. Heel knap gedaan. We gaan door naar de mediabureaus. Ook zij hebben keihard gewerkt om hun klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. We beginnen met de eervolle vermeldingen. Deze bureaus krijgen een certificaat. Onder mediabureaus is Mindshare Greenhouse gestegen naar de eerste plek voor meest innovatieve bureau van 2021. Stroom werd gezien als het meest klantgerichte bureau en kreeg de hoogste waardering van de adverteerders. Dit bureau krijgt 2 certificaten. Het meest toonaangevende mediabureau is net als vorig jaar Group M. Van de exploitanten kreeg Reprise de hoogste waardering. Van harte! We gaan nu over naar de bekendmaking van de laatste award. Die van Beste Mediabureau. De winnaar in de categorie Mediabureaus is dit jaar Dentsu Benelux. Adformatie en Ipsos feliciteren alle winnaars van harte. Een geweldige prestatie. Op naar een nieuw, mooi mediajaar.